Voor de tweede keer is in Woerden een Singelgrachtconcert gehouden. Het concert werd dit jaar geopend door bioloog en sleepboot-eigenaar Midas Dekkers. Excelsior trad op met het koor Rhythm and Friends. Het fanfarekorps begeleidde Woerdense zangers en zangeressen als Anke Smits, Elise Verlaan, Sophie de Bruin, Martine Zuidam, Bastiaan Sparnay, Ben Pernot, Peter Ravensberger en last but not least Marcel Fokker. Nou, het zit erop. Het Singelgrachtconcert op de vooravond van de havendagen en de Shantikoren optredens. Hoe is het gelopen? Ja, je zou het aan het publiek moeten vragen eigenlijk, want ik speel zelf mee. Maar aan de reacties te merken in de haven denk ik dat de mensen een leuke avond gehad hebben. En daar gaat het ons om. Alles gelopen zoals het moest lopen? Nou, ik ben nogal precies. Ik heb een draaiboek gemaakt en we kwamen op de minuut precies uit. Dus dan ben ik al heel blij, want... je wil heel veel laten zien en je wil ook niet dat het uitloopt. Je wil de mensen precies ook aan de tijden houden met optredens. Het moet een vlot programma blijven. Nou, dat is prima gelukt. 2 jaar voorbereiding zit erin. Wat kost er nou de meeste tijd? Wat is het moeilijkst van een evenement als dit? Ik denk het moeilijkste is gewoon om een thema te bepalen en een rode draad. En dan de stukken te selecteren die daarbij passen. Ook gezien de artiestenstal die je hebt, het koor wat je hebt. Dat is een heel creatief proces van ongeveer een jaar. En dan komt natuurlijk de uitvoering ervan. Dan moet je het gaan verdelen onder de mensen en dan gaan de repetities beginnen. En dat is, dus dat is een beetje 50-50, allebei lastig. Het eerste doe ik meestal redelijk in mijn eentje. En tweede heb je iedereen bij nodig natuurlijk. Maar ik krijg wel van iedereen suggesties. Ook de artiesten komen met voorstellen. Mensen uit het orkest komen met voorstellen. Maar het is altijd goed toch om dat een man de regie houdt en het eindplaatje in gedachten houdt. Want dat is wel eens bij dit soort programma's moeilijk. Je geeft een koor een partij, je geeft een orkest een partij. Maar dat zijn dingen die uiteindelijk als puzzelstukjes bij elkaar moeten komen. En ieder afzonderlijk zijn ze misschien helemaal niet zo leuk om te repeteren of om te horen. Maar als je het dan hier bij elkaar hoort, nou, en dat moet ik altijd in de gaten houden. Het eindplaatje, hoe moet dat komen? En daar draait het mij om. Hoe komen jullie aan de zangers? Ja, benaderen, via. Sommigen melden zich. Sophie was één zo'n voorbeeld, daar zijn we heel blij mee. Die liep hier toevallig vorig jaar over straat. En die hoorde een zangeres van ons, Skyfall, zingen van Adele. En dat had ze net zelf opgenomen. En die benaderde ons dus van, zou ik niet een keer mee mogen zingen? Nou, dan ga je met zo'n nieuwe artiest een traject in van try-outs. En wat kan de persoon, wat wil ze graag, wat past bij haar. En dus zo zijn we op deze nummers uitgekomen. Allemaal mensen uit Woerden of maakt het niet uit waar ze vandaan komen? Liefst werken we met mensen uit Woerden, maar we hebben er ook een paar artiesten bij die we inhuren vanwege de moeilijkheidsgraad. Bastiaan Sparnay is zo een die de Freddie Mercury imitator is. Die zingt zo verschrikkelijk hoog, dat vind je niet veel in de amateur zangers. Jullie publiek, wat is dat voor een publiek? Waar gok je op? Waar kies je voor? Ja, ik zeg altijd van 8 tot 8 tot 80. Wij proberen muziek te brengen die voor iedereen, voor elk wat wils. Klassiek, pop, jazz, je kan het zo gek niet noemen, of we doen het wel. En dat vind ik zelf ook leuk, om steeds weer wat andere dingen uit te proberen. Er zit altijd wel wat klassiek in. Er zit ook wat gitaarmuziek in. De combo vindt dat leuk natuurlijk. En je wil iedereen ook een beetje zeg maar, een stuk geven waar hij echt zijn tanden in kan zetten. Waar hij zich kan laten zien. Je zag het nu vanavond ook met een van onze eigen solisten. Ik ben hem nog trouwens vergeten te bedanken. Maar Lauwens de Hollander, zoals hij daar op die boot die solo staat te spelen.
Ja, dat is ook fantastisch natuurlijk. En dat hebben we allemaal in huis en dat wil je laten zien. Het weer heeft heel goed meegewerkt. Ben je daar bang voor als dat misgaat? Ja, dat is wel een tricky ding hoor. We houden altijd, zeg maar, we zijn positief ingesteld, dus we hopen dat het lukt. Deze keer hadden we een tent, dus we konden iets hebben. Maar ja, de cameramensen en het geluid had mij al gewaarschuwd. Als het gaat regenen, zijn we weg. Dus ja, dan kunnen wij willen wat we willen. Maar dan moet het gewoon stoppen. Koos van der Geest trad op als presentator en praatte de avond aan elkaar. Dit was het tweede singleconcert. Derde vindt plaats in 2021.